Aloha Pilates party people, welkom bij deze Pilates les. Je hebt een matje nodig, een moment tijd voor jezelf en dan gaan we lekker bewegen. Zet je voeten op heupbreedte en rol over je voetzool van voor naar achter. Van je tenen naar je hiel, verplaats je gewicht. En terwijl je dat doet, mag je ogen sluiten. Je schouders ontspannen en dan adem je een paar keer wat dieper in en uit. Met die diepe ademhaling stop je de beweging in het midden. Voel je dat je landt in je voeten en dat je lengte kunt maken naar je kruin. En dan voel je dat je stevig staat, bewust van je lichaam. Bewust van je voeten, het gewicht goed verdeeld en bewust van je ademhaling. Dan mag je de schouders gaan draaien naar achter. Dan gaan we alles in het lichaam een beetje losmaken, een beetje warm maken. Richting de bekende Pilates houdingen, oefeningen voor de buik. De rug, het bekken. De billen, de benen. Je mag het wat groter maken. Draai ook je ellebogen mee. Voel je schouders bewegen. Achter in je rug. En dan maak je het nog groter. Ga je de armen strekken. En dan rek je allebei de armen helemaal op, adem diep in. En adem uit, laat je armen weer zakken. Plaats je handen op het bekken. En dan ga je kantelen, stuit omlaag. En stuit omhoog. Dus kantel je bekken. Je knieën zijn uit het slot. Een paar keer op en neer. En nog één keer in en uit. En dan zit je je bekken in het midden, neutrale houding, neutrale onderrug. Je draait je schouders naar achter, je ontspant de arm. En dan laat je je linkerhand richting de vloer zakken. En je leunt er naartoe. Maak je kleine pulsjes dieper, dieper. Dieper. Dus je beweegt alleen opzij, niet naar voren. Opzij en omlaag. Kleine pulsjes. En kom weer terug in het midden. Adem in, verleng je rug. Ontspan de schouders. En dan doen we de andere kant. Dus beweeg opzij, rijd met die hand omlaag. Puls. Puls. En dan kom je weer terug omhoog. Adem in midden. Adem uit, ontspan. Komt je rechterarm omhoog. Je rijdt op. En die andere hand rijdt tegelijkertijd omlaag. Maar je schouders blijven laag. Omhoog en omlaag. Schouders naar achter. Nog een ademhaling hier. Uitademing zak die onderste hand weer omlaag. En die bovenste arm neem je mee over je hoofd voor een buiging. Dan puls je een paar keer. 3, 2, 1. En dan hou je het daar vast voor een diepe ademhaling. Gaan we wisselen. Andere arm op. Rijk heel hoog. Dan ontspan je de schouders. Maar je blijft actie omhoog trekken. En actie omlaag. Strek nog een keer extra op. Ontspan je schouder. Buig.
En rij omlaag. Puls voor 3, 2, 1. Hou vast. En dan komen allebei de armen omhoog. Adem in. En adem uit. Duik naar voren. Tot halverwege. Knieën uit het slot. Je trekt je navel en je trekt je ribben naar achteren. Je armen komen over je hoofd. Alsof je in een zwembad wil gaan duiken. Voel die strekking in je rug. Als je een te krappe BH of sport BH aan hebt, voel je dit nu ook. Dan kom je terug omhoog, adem in, gaan we nog een keer. Duik. Dus je trekt je navel in, je duwt je ribben naar achter. Je maakt een helemaal bolle bovenrug. En kom je terug omhoog, adem in. En laat de armen los, adem uit. Dus je knieën zijn nog steeds uit het slot. Je schouders zijn naar achter, je ademt in, je boven. En op je uitademing trek je je kin in, trek je navel in. En dan rol je jezelf omlaag, maar ook echt naar voren. Dus opnieuw dat beweging, die beweging van je navel in, je borstkas in. Dus je bolt je rug, je laat je armen hangen, je kin is in. En de beweging is naar voren en omlaag. Adem in hierboven. Beneden bedoel ik. En dan rol je weer terug omhoog. Doe het nog een keer. Adem in boven. Adem uit, rol naar voren. En omlaag. Voel de strekking in je benen. En rol weer die wervels. Eén voor één op elkaar. Nog één keer. Roll down. Gewicht naar voren. Bol je rug. Knieën uit het slot. Diepe ademhaling beneden. En geef druk met je voeten. Duw jezelf terug omhoog. Adem in je armen weer omhoog. Breng je vingers in elkaar. Adem uit. En dan buig je nog een keer links. En rechts. Arm weer op, adem in. En kom zitten op een stoel die er niet staat. Adem in omhoog. Adem uit buik. En op. Billen naar achter, kom zitten. Nog twee. Laat de knieën niet naar buiten komen. Recht naar voren. En nog één keer. Omlaag. Hou vast. Schouders naar achter. Stijf omlaag. Knieën wijzen recht naar voren. Borstkas is omhoog. Adem. En strek je benen weer. Kom weer op je tenen. Til de hielen op. En zet ze weer neer. Knieën uit het slot, adem in. Uitademing, rol omlaag. Gewicht naar voren. Blijf je even hangen naar beneden. Wieg jezelf weer een beetje over je voeten van voren naar achter. En dan buig je de knieën, kom je zitten in het midden van je mat. Zet je voeten op heupbreedte. Pak je knieholtes vast, zitbordjes in de mat. Strek je rug op, adem in. Uitademing, kin in, navel in, borstkas in. En inademing weer omhoog. Uitademing, bol je rug. En op. Uit, bol. Strek op.
En boom. Laat je handen los, ga door met de beweging. Til je hielen omhoog, ga door met je beweging. Laatste keer omhoog. En dan rol je helemaal door naar. Strek je even helemaal uit, adem diep in. En laat los, adem uit. Leg de armen naast je neer. Schouders laag, handpalmen omhoog. Voeten in de mat, knieën omhoog. En dan kantel je bekken, dat je een holle rug maakt als je inademt. Platte rug als je uitademt. Dat doen we nog twee keer. Inhol. Uitplat. Inhol. En duw je rug nog een keer extra in de mat. Dan kom je terug met een neutrale onderrug. Er is nog een beetje ruimte tussen je rug en de mat. Je trekt je navel in. Je spant de buik aan. Dan komt je linkerbeen omhoog zonder dat je rug verandert. Je ademt in, point je tenen. Adem uit, flex je voet. In, verleng. Uit, duw. Nog twee keer. En dan wissel je andere been. Voet neer, andere been omhoog. Je rug blijft nog steeds neutraal. Schouders zijn nog steeds laag. Inademing point. Uitademing flex. Verleng. En duw. Laatste twee, jouw ademhaling. Jouw tempo. Dan komen allebei je benen omhoog. Draai je enkels. Draai ze andersom. En dan buig je de knieën. Point de tenen van je af. Je rug is in die neutrale positie. Dan ga je tenen om en om naar de mat. Tik, terug. Tik, terug. Je knie komt weer terug boven de heup. Dan gaat het andere been weg. Buikspieren gaan aan, knieën in, schouders zijn laag. En als je het zwaarder wil maken, dan tik je wat verder weg. Voel dat je rug neutraal blijft. Buikspieren komen in actie vandaag. Houd bij alle oefeningen je ademhaling goed in de gaten, zet hem nergens vast. Laat het stromen als je voelt dat je ademhaling stokt. Neem je even een pauze. Of je herhaalt het later nog een keer. Of je doet wat minder herhalingen. Niks forceren. Pak je de knieën naar je toe. Nu ontspan de rug. Wieg jezelf maar een beetje van links naar rechts. En hou die buikspieren een beetje opbouwen. Zet je linkervoet neer. Strek je rechterbeen uit, omhoog. Maak je een kleine knak in de knie. Scharnier je been vanuit je heup omlaag. Tik je met je hiel de mat aan. En dan komt je been weer omhoog. Trek je kin in. Hoofd komt omhoog. Schouders van de mat, armen van de mat. En laat je been zakken. Voor 5, 4. Hou die onderrug neutraal. Er is nog ruimte tussen je rug en de mat, maar je maakt geen holle rug. Dan buig je allebei de knieën, tenen van de mat. Maak een pompende beweging met je armen. Pilates hundreds. Adem in. 2, 3, 4, 5, uit. 2, 3, 4, 5, in. Uit. 2, 2, 2, 1. Ook nu is je onderrug neutraal. Je kijkt tussen de knieën door naar voren. Je hebt strakke armen van de schouder tot aan de vingertoppen. Laatste twee.
je andere voet neer, benen omhoog, knak in de knie. Scharnier vanuit de heup, hiel naar de mat. Onderrug blijft neutraal. Nog 3. 2. Dan gaan we terug naar de Pilates 100. Je mag je voeten aan de mat zetten. Je voeten omhoog. Extra optie, strek je benen uit. Hou je armen strak. Adem door. Rug neutraal, check. 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Leg je de armen breed. Ontspan je nek. Zet je voeten in de mat. En dan rol je wervel voor wervel je billen omhoog. Adem in boven. En op je uitademing rol jezelf weer langzaam omlaag. Doe het nog een keer. Roll up. En weer rustig wervel voor wervel. Omlaag. Dan gaan we naar single leg stretch. Pak 1 knie naar je toe. Breng je rug in een neutrale positie. Strek je andere been weg. Adem in hier. Adem uit, wissel. Adem in, wissel. Adem uit, wissel. Trek je kin in, hoofd omhoog. Kijk je tussen de benen weer door. De last van je nek vandaag, leg je je hoofd gewoon neer. De focus is bij de onderrug. Die hou je neutraal. Verleng het been. Tik daarachter iets aan waar je net niet aan kan. Span je buik aan. Adem door. We doen er nog 10. Of natuurlijk, als je het vaker wil, dan zet je gewoon een pauze. Jij nog 100 keer door. Dat mag hoor. Laatste 5. 4. 3, 2 en ontspan. Leg je de armen weer naast je neer. Strek je benen uit omhoog. Rug naar in eerste instantie neutraal. Dan gaan we die neutraliteit verliezen. Als dit het middelpunt is van dat soort klok die je boven je ziet. Wijzen je tenen naar dat middelpunt. Breng je benen nu naar 12 uur. Dan voel je dat je onderrug niet meer neutraal is, maar platter. Dan breng je de tenen naar 3 uur. Hou je schouders in de mat. Dan cirkel je door naar 6 uur. Probeer geen holle rug te maken. Dan gaan we door naar 9. En terug naar 12. Ga door met deze cirkels, de pelvic klok. En voel dat je schouders aan de mat kunnen blijven terwijl je cirkels draait. En let op dat je geen holle rug maakt. En verder kan je die cirkel zo groot mogelijk maken. Blijf doorademen. Ontspan je gezicht. Je kaken. En draai andersom. Dus hoe groter de cirkel, hoe meer moeite je moet doen. Dus voel eens waar je graag zit vandaag. Zonder dat je er overheen gaat. Heel fijn. Fijne oefening is dit.
en voor krachtopbouw. Maar ook om wat ruimte te creëren in je onderrug. En waar het op plekken vast zit, wat los te maken. En die energie weer tussen die wervels te laten stromen. Nog 3 cirkels. En dan pak ik hier weer naar je toe. Pak je knieholtes vast. En dan ga je jezelf in een paar keer omhoog rollen. Tot zit. Strek je rug, adem in. En rol weer omlaag. Strek je benen uit. En dan met gestrekte benen rol jezelf in een paar keer omhoog. Tot zit. En dan rol je wervel voor wervel weer terug omlaag. Strek je uit, adem in. En adem uit, ontspan. Pak je rechterknieholte vast. Adem in hier. Adem uit de kin in, roll up, strek je been, strek je rug en duik naar voren. Kom terug naar het midden, rechterrug. En dan rol je weer wervel voor wervel omlaag, strek je armen naar achter. Pak je andere knieholte, roll up. Strek je rug, adem in. Duik naar voren, adem uit. Midden. En omlaag. Je kunt wisselen met de knieën en anders hou je je benen lang en strekt. Roll up. Strek je rug. Duik naar voren. Terug naar het midden. En weer omlaag. Roll up. Duik naar voren. Midden rechter rug. En weer omlaag. We doen het nog 2 keer. En de laatste. Dan buig je de knieën weer. Til ze op. Trek je kin in, hoofd omhoog, armen van de mat. Roll up, laat de tenen landen. Strek je armen en kom weer terug. Gaan we nog een keer. Roll up, tenen, strek de armen omhoog en rol weer omlaag. Omhoog, strek je rug, strek je armen. En weer omlaag. Doen we nog 3 keer. Adem in. Adem uit. En de laatste. Pak de knieën naar je toe. Relax. Kruis je enkels, pak je voeten vast en opnieuw rol je jezelf in een paar keer omhoog. Dat hou je vast, strek je rug en terug omlaag. Nu in 1 keer roll up, hou vast en omlaag. Zonder dat de voeten nu de mat raken, roll up, strek je rug. En weer omlaag. Nog 3. Strek op. Omlaag. 2. En de laatste. Wissel je van kant.
Eerste keer. En een paar keer op en neer. Blijf je hoog, strek je rug. En dan gaan we nog 4, 3. Verleng. Omhoog. Voeten van de mat. Laatste. En ontspan. In deze categorie hebben we er nog eentje. Breng je voetzolen bij elkaar, je knieën bij. Dan pak je met 2 vingers je grote tenen vast. Je rolt omhoog. Je strekt de benen uit. Je buigt ze weer. En je komt terug omlaag. Let's do that again. Roll up. Strek de benen. Buig. En rol omlaag. Nog 3 keer. 1, 2. En de laatste. Enjoy. Roll up. Strek. En ontspan. Dan gaan we nog even naar de schuine buikspieren, de crisscross. Dus de beweging in de benen is daar hetzelfde als de single leg stretch. Nu zet je alleen 2 vingers achter de oren. Je deelt je kin in, hoofd omhoog, ellebogen wijd. Je draait je schouder in naar de knie, adem in hier. Stop in, bij de ellebogen breed, knieën naast elkaar. En draai door, dus niet je elleboog naar die knie, maar je schouder omhoog. Stop, draai, stop, draai, stop, draai. Houd de ellebogen wijd. Nog 5. Nog 4. Blijf doorademen. 3. Als het goed is, begin je het toch wel te voelen. Anders moet je het setje nog maar eens herhalen. Ik ben de tel even kwijt. Alrighty. Ontspan. Mag je naar je zij draaien? Trek je lichaam helemaal uit. Zorg voor lengte in de benen. Leg je hoofd ontspannen neer. En dan verleng je bovenste been, maak je hem langer vanuit de heup. Hol je bij de taille. Je ligt helemaal recht. En je schouders staan ontspannen. Dus je verlengt het been, je adem in, til op, adem uit, weer omlaag. Verleng en lengte omlaag. Point omhoog, flex omlaag. Verleng en flex. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Dan buig je de elleboog. Breng je hoofd in je hand. Of als je last hebt van je schouder, leg je je hoofd weer neer. Hand mag voor je balans. Je elleboog buigt. Je strekt je bovenste been extra. Point je tenen. Breng je been naar voren. Dan maken we een soort driehoek. Point omhoog. Point achter. Point voor. En dan probeer je die bovenste schouder omlaag te houden. Dus voor. Hoog. Achter. Voor. Driehoek. Quasi driehoek. Span je buik aan voor je balans.
Probeer niet te veel in die voorstaande te gaan hangen. Hou je schouder laag. Als je voelt misschien ook dat alles wil gaan meewiebelen, probeer dat strak te houden. Nog drie. En dan buig je de knie omhoog. Strek je been en buik. Is dit voldoende voor jou? Blijf je dit doen? Een extra optie kan zijn dat je je been gestrekt omhoog, gestrekt omlaag brengt. Dus de knie wijst naar voren, benen bij elkaar. En de knie wijst naar jouw neus toe als je been omhoog is. Dus je draait je heup dicht. Op. Ook hier doen we er nog 5, rustig. En daarna strek je je been uit, helemaal naar voren. Dus kijk eens hoe ver je kan gaan. Dan flex je je voet, hou dat vast. Breng je hiel een paar keer op en neer, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. 5, 4, 3, 2 en ontspan. Leg je hoofd weer neer. Strek de benen uit. We doen de laatste ligging. Zijligging aan deze kant. Scissors. Benen op. 1 achter, 1 voor. Adem in. Adem uit. Wissel. Hou de benen lang en gestrekt. Wissel rustig. Zonder te buigen in de knieën. Nog 5, 4, 3, 2. En ontspan. Buig de knieën naar voren. Duw jezelf weer omhoog naar je onderarm, dus elleboog onder de schouder. Vingers wijzen nu naar voren. Dan breng je ook de knieën naar achter. Dus je knieën, heup, elleboog op één lijn. En dan duw jezelf omhoog. Strek je arm over je hoofd. Duw de heup omhoog. En duw ze iets naar voren. Span je billen daarbij aan. En kom terug. Dan breng je de knieën weer terug naar voren. En je duwt jezelf omhoog. Dan breng je je voet tegen je bovenbenen aan. Laat je billen landen. Pak je enkel vast. Strek je arm. Adem in hier. En adem uit weg. Adem in op. Adem uit, buik. Stretch je zij. Rek op. En stretch. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En zet je je hand achter je. Duw je heupen omhoog. Andere arm komt omhoog. En ook hier rek je eens even helemaal lekker uit. Strik de benen mee opzij, dezelfde zij. Zet je hand neer. Heup, hand, voeten. Eventueel één voet voor de ander. En als het lukt, kun je ook hier omhoog duwen. Dus je voeten op elkaar.
Een andere optie is dat je nu naar je knie komt als je voelt, nee, dit is hem niet vandaag. Dus of één voet voor de andere. Duw je heup omhoog, duw ze weer iets naar voren. Ontspan je schouders. Hou vast voor 5, 4, 3. En ik kom naar een hoge plank. Loop met je handen naar je voeten toe. En rol jezelf omhoog. Adem in, strek je arm op. Adem uit, draai je om. Armen los. Rol omlaag. Loop je voeten naar achter, kom je uit in een hoge plank. Hou vast. Voor 5, 4, 3, 2, 1. En dan mag je op je andere zij komen liggen. Leg je hoofd ontspannen neer. En dan verleng je bovenste been, maak je hem langer vanuit de heup. Hol je bij de taille. Je ligt helemaal recht en je schouders staan ontspannen. Dus je verlengt het been, je adem in, til op. Adem uit, weer omlaag. Verleng. En lengte omlaag. Point omhoog. Flex omlaag. Verleng. En flex. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Dan buig je de elleboog. Breng je hoofd in je hand. Of als je last hebt van je schouder, leg je je hoofd weer neer. Hand mag voor je balans. Je elleboog buigt. Je strekt je bovenste been extra. Point je tenen, breng je benen naar voren. Dan maken we een soort driehoek. Point omhoog, point achter, point voor. En dan probeer je die bovenste schouder omlaag te houden. Dus voor, hoog, achter, voor. Driehoek, quasi driehoek. Span je buik aan voor je balans. Probeer niet te veel in die voorste hand te gaan hangen. Hou je schouder laag. Dus je voelt misschien ook dat alles wil gaan meewiebelen. Probeer dat strak te houden. Nog 3. En dan buig je de knie omhoog. Strek je been en buik. Is dit voldoende voor jou? Blijf je dit doen? Een extra optie kan zijn dat je je been gestrekt omhoog, gestrekt omlaag brengt. Dus de knie wijst naar voren, benen bij elkaar. En de knie wijst naar jouw neus toe als je been omhoog is. Dus je draait je heup dicht. Ook hier doen we er nog 5, rustig. En daarna strek je je been uit, helemaal naar voren. Dus kijk eens hoe ver je kan gaan. Dan flex je je voet, hou dat vast. Breng je hiel een paar keer op en neer, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag.
5, 4, 3, 2 en ontspan. Leg je hoofd weer neer. Strek de benen uit. We doen de laatste ligging. Zijligging aan deze kant. Scissors. Benen op. 1 achter, 1 voor. Adem in. Adem uit. Wissel. Hou de benen lang en gestrekt. Wissel rustig. Zoom met de buigen in de knieën. Nog 5, 4, 3, 2 en ontspan. Buig de knieën naar voren. Duw jezelf weer omhoog naar je onderarm, elleboog, onder de schouder. Vingers wijzen nu naar voren. Dan breng je ook de knieën naar achter. Knieën, heup, elleboog op één lijn. En dan duw je jezelf omhoog. Strek je arm over je hoofd. Duw de heup omhoog. En duw ze iets naar voren. Span je billen daarbij aan. En kom terug. Dan breng je de knieën weer terug naar voren. En je duwt jezelf omhoog. Dan breng je je voet tegen je bovenbenen aan. Laat je billen landen. Pak je enkel vast. Strek je arm. Adem in hier. En adem uit weg. Adem in op. Adem uit weg. Stretch je zij. Rek op. En stretch. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En zet je je hand achter je. Duw je heupen omhoog. Andere arm komt omhoog. En ook hier rek je eens even helemaal lekker uit. Strik de benen mee opzij. Dezelfde zij. Zet je hand neer. Heup, hand, voeten. Eventueel één voet voor de ander. En als het lukt, kun je ook hier omhoog duwen. Dus je voeten op elkaar. En een andere optie is dat je nu naar je knie komt als je voelt, nee, dit is er niet vandaag. Dus of één voet voor de ander. Duw je heup omhoog, duw ze weer iets naar voren. Ontspan je schouders. Hou vast voor 5. 4, 3. En je komt naar een hoge plank. Loop met je handen naar je voeten toe. En rol jezelf omhoog. Adem in, strek je arm op. Adem uit, draai om. Armen los. Rol omlaag. Loop je voeten naar achter, kom je uit in een hoge plank. Hou vast. Voor 5, 4, 3, 2, 1. Zet de knieën neer. Breng de billen naar achter. En ontspan. Adem eens diep in en uit. Kom je terug naar handen en knieën. Maak je een holle rug als je inademt. Een bolle rug als je uitademt. Inademing hol. Uitademing hol. Doe nog 2 keer.
Daarna zet je de tenen in de mat. Breng je gewicht omhoog naar achter. Strek je oermen om je benen uit. Dan buig je knieën allebei evenveel. Verleng je rug til je stuit omhoog naar het plafond. En je duwt jezelf dus weg van de mat vanuit je hele handpalm. En dan komt je gewicht weer iets naar voren. Je kunt het ook op de knieën doen. En anders hou je de tenen nu hier in de mat. Bij je handen staan, zet je je ellebogen neer. 1, 2, en weer terug. 1, 2. Het ziet er misschien een beetje raar uit met die billen omhoog. Als je voelt dat dit te zwaar is, zet je de knieën neer. En als je voelt dat er nog wel wat meer in zit, dan doe je dit in een helemaal hoekplank. In één rechte lijn. Hoog. Laag. Hand. Laag. Omhoog. Nog 5. 4. 3. 2. En dan heb ik een verrassing voor jullie. We gaan er even door, maar nu eerst je andere hand. Nog 5. 4. Ik kan echt super goed tellen. Oh jongens, ga door. Laatste. Blijf hoog. En knieën neer als je dat nog niet had. Breng je handen extra naar voren. Laat je ribben zakken. Buig de ellebogen, breng je vingers bij elkaar. En omhoog. Nog een diepe ademhaling. Kom je op je buik liggen. Strek je arm uit naar voren. Strek je benen uit naar achter. Eén arm omhoog. Tegenovergestelde benen omhoog. Hoofd van de mat, kijk omlaag. Dan ga je wisselen. Dat kun je doen. Adem in wissel. Adem uit wissel. Met het neerleggen van de andere kant. Je kunt ook alles omhoog houden. En van daaruit extra optillen. Je kunt het ook in het tempo van de Pilates 100's doen. Adem in, uit, in, uit. Swimming. Dus kies de optie waarvan jij voelt. Dit past vandaag goed bij mij. Hier kan ik rustig ademhalen. We doen er nog 5. 4. 3. 2. En de laatste. Dan duw jezelf terug naar handen en knieën. Maak een volle rug op je vingertoppen. Adem daar maar eens diep in en uit. Dan zet je je handen weer neer. Zet de knieën ietsje breder. En van hieruit ga je cirkels draaien met je lichaam. Even alles losmaken. Doen we zo meteen nog 1 rugoefening. Draai de andere kant op. Dan zet je de knieën weer heupbreedte. Verdeel je gewicht goed. Handen en knieën evenveel. Ellebogen zijn net uit het slot. Je schouders zijn weg van de oren. Je trekt je navel en je tilt je onderrug iets omhoog. Dan glijdt 1 been naar achter. Je tilt het op. Je verlengt. Je andere arm komt naar voren. Dan ga je een diagonale lijn maken.
En weer terug. Adem in. Terug, adem je uit. Verleng arm en been. Breng het naar buiten toe. En weer terug. Blijf je buik aanspannen. Blijf de schouders wegbrengen van de oren. Je ademhaling is rustig. Nog 5. Verleng voor je tenen naar je vingers. Adem in. Op je uitademing, elleboog en knie naar elkaar toe. Bol je rug. Doen we nog een keer. Strek uit. En bol. Ja, we wisselen de andere kant. Hand neer. Andere been, strek weg, til op. Arm naar buiten. Been naar buiten, adem in. Kom terug, adem uit. Diagonaal. En terug. Blijf je buik aanspannen. Blijf doorademen. Opzij. En terug. Schouders weg van de oren. Nog 5. En dan rek je weer uit. Als je een inademing hebt. En op de uitademing bol je rug. Knieën en elleboog naar elkaar toe. Doen we nog een keer met lang. En bol. Adem in met lengte. Laatste keer bol. En dan zet je de knieën en handen weer neer. Breng de tenen bij elkaar. Je knieën matbreedte of nog breder dan dat. Dan komt je linkerarm onder de rechter door. Je billen blijven nog even omhoog. En je strekt die armen uit. Totdat je met je schouder aan de mat bent. Allebei de armen lang, ontspan je hoofd. Voel je een draaiing in je bovenrug, een twist. Adem maar eens diep in en uit. En dan buig je de ellebogen. Laat je handen op elkaar. Breng de ellebogen boven elkaar. Trek je schouders in elkaar, naar elkaar toe, sorry. In je bovenrug. En kijk eens of je nu druk kunt geven met die onderste arm. Zodat je je hoofd kunt optillen. Hou dit even vast. Laat je hoofd weer zakken. Strik je arm weer uit. Kom terug naar handen en knieën. Dan ga je naar de andere kant. Strek je arm door. Allebei die armen lang. Billen omhoog. Leg je hoofd neer. Diepe ademhaling hier. En dan buig je de ellebogen. Laat je handen op elkaar. Ellebogen boven elkaar. Schouderbladen naar elkaar toe. Voel die draaiing in je rug. Geef druk met je arm, til je hoofd op. En breng de schouders nog meer naar elkaar toe. Nog 1 diepe ademhaling. En leg je hoofd weer neer, strek je armen. Draai terug naar het midden, breng je handen naar achter, maak een vuist tussen de benen door. En dan breng je je billen helemaal omlaag, richting de hielen. Die vuist tussen je voeten. Misschien 1 wang meer, misschien je kin neer, je voorhoofd. Voel maar even wat fijn is voor jou hier. Ontspan.
Nog 2 diepe ademhalingen. En dan kom je van daaruit rustig zitten in het midden van je mat. Laat je voetzolen bij elkaar, je knieën wijd. Ga je weer met 2 vingers om je grote teen. Breng je gewicht iets naar achter, til je voet erop. Strek je 1 been weg. Je laat je voet los, je pointe tenen, adem in. Flex je voet, adem uit. En breng je voet weer terug. Andere kant. Strek, laat los. Point, flex en kom weer terug. Je mag wisselen of je doet het 2 keer allebei tegelijk. Strek, los, point, flex, kom terug. Wissel of allebei. Strek uit, point, flex en kom terug. Strek je benen in links en rechts. En dan breng je ze ongeveer in een hoek van 90 graden uit elkaar. Strek de armen. Maak lengte in je rug. Flex de voeten, duw de hielen. Trek je navel in. Ontspan je schouders. Draai. En kom terug. Draai. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. In, uit. Hou de schouders laag. Hou je rug recht. Voel de twist. Rustige beweging. Bij mij kraakt er hier. Van alles. Hoe is het bij jullie? Laat het vooral even weten in de reacties. Kraak, 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 kraak. Nog 3. Nog 2. Adem in je armen omhoog. En adem uit. Duik weer naar voren. Maak een bolle rug. Ga niet te diep. Kin in, navel in. Bol je rug. Rijd met je handen naar boven. Kom terug. Adem in. En rol omlaag. Adem uit. Kom op je rug liggen. Zet je voeten op heupbreedte. Armen langs je. Kin in. Rol jezelf met de billen omhoog naar een halve brug. Duw de heupen omhoog. Span de billen aan. Verleng van de ribben naar de knieën. Diepe inademing hier. En op je uitademing rol je langzaam weer omlaag. Doen we nog 2 keer. Omhoog, adem in. En rustig omlaag. Laatste keer. En dan pak je de knieën naar je toe. Ontspan je rug. Je heupen. Trek 1 been uit, pak hem vast. Stretch hem zachtjes richting je neus. Wissel andere kant. Dan buig je de knieën, leg je armen breed neer. Laat je de knieën samen naar één kant vallen. Draai je hoofd naar de andere kant. Ontspan je lichaam.
Diepe ademhaling hier. En wissel naar de andere kant. Dan strek je uit op de mat. Laat je benen wat naar buiten vallen. Leg de armen lekker neer. Dan span je alles nog even aan als je inademt. En laat los als je uitademt. En dat doe je voor jezelf nog één keer. Span alles aan als je inademt. En laat los. Mag je lekker blijven liggen voor je ontspanning. Zo lang als je wilt. Laat het weten wat je van deze les vond. Pilates. Misschien doe je van de week nog een yoga-lates mee. Misschien vind je het leuk om aan te sluiten bij Pura. Om. Laat weten of je dan verzoekjes hebt voor in de lessen van houdingen die je misschien nog eens wilt doen of extra uitgelegd wilt krijgen. Dan wens ik je voor nu een hele mooie dag. Namaste. En onthoud, puur is beter dan perfect.